Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Boven Nederland zien we veel bewolking, ook een paar opklaringen, maar dat is de foto van 4 uur. Die dikke bewolkingsband boven de Noordzee, die ligt inmiddels boven Nederland. Vanochtend is overal grijs en nat, er zijn flinke perioden met regen en het waait stevig. Maar het is ook bijzonder zacht, temperaturen 10 tot 12 graden en op een enkele plek is het zelfs nog wat warmer. Vanmiddag trekt het regengebied dan geleidelijk naar het oosten weg en breekt de zon door. Het kwik begint dan te dalen en de wind neemt een fractie af, maar echt rustig wordt het niet. Vanavond kan er een enkele bui vallen, vooral in het noorden en oosten. Temperaturen dalen dan tot rond 7 graden en de wind neemt nog iets verder af. Maar in de loop van de nacht gaat het weer wat harder waaien. Morgen overdag hebben we dan te maken met af en toe zon, maar zeker ook van tijd tot tijd regen. Temperaturen zijn duidelijk lager dan vandaag, gemiddeld ongeveer 8 graden. En ook vrijdag hebben we wisselvallig weer in Nederland. We hebben dan te maken met een lage drukgebied dat nadert. Dat zorgt voor veel bewolking en periode met regen. Zaterdag trekt dat neerslaggebied weg en kan er nog wat natte sneeuw of sneeuw vallen. En ook zondag hebben we winterse buien. Het blijft allemaal niet liggen, want de temperaturen liggen smiddags rond 5 graden en het blijft stevig waaien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl